Maar wat verdien je eigenlijk? En vandaag gaan we een broodje beleggen met Ron Blauw. Hoi. Welkom. Ja. Ik vind het een eer dat je er bent. Is het zo? Ja. Ik ook. Leuk. Wat voor lekkers ga je maken? Ik ga een croissantje beleggen met kaas, filet américain en een gekookt eitje. Klinkt lekker. Ja, heel lekker. Een van je favorieten? Ja, dat is een beetje het ultieme weekendgevoel. En voor de mensen die het niet weten, waar verdien jij je brood mee? Ja, met restaurants, chef-kok, maar ook adviesklussen, lezingen, maar wel alles wat met de horeca te maken heeft. Is geld belangrijk voor je? Het interesseert me echt helemaal niet, geld. Wat doe je met het geld? Je investeert ook veel. Ja, heel veel. Ja. Eigenlijk alle nieuwe zaken hebben we zonder bank gedaan. En dat is wel uniek. Wat kost het eigenlijk om jouw naam aan een restaurant te verbinden? Ja, rond de... Ja. Ga je het echt zeggen? Gewoon als een signing fee praat je rond de 50.000, 75.000 euro. Holy shit. Ben je een spender of een spaarder? Mijn boekhouder zegt vaak, Jezus, wat heb je uitgegeven? Waar geef je het liefst geld aan uit? Ja, aan het leven, aan reizen, vakantie, uit eten gaan, dat soort dingen. Wat verdien je eigenlijk? Ja, iets met een 5 en wat nullen erachter, 6 nullen erachter. Duurste aankoop naast een huis? Ik denk mijn auto. En heb je ook wel eens een miskoop gedaan? Ja, zo vaak. Zoals? Ook een auto. Toen ik er een maand in reed, dacht ik, waar rij ik in? En wat is de duurste rekening die je ooit hebt betaald in een restaurant? Ik geloof iets van 1800 euro. Was het de moeite waard? Het was fantastisch. Het was bij Bocuse. Ja. Ben je wel eens blut geweest? Ja, zo vaak. En dan? Hoe voelt dat? Alles aanpakken. Heel veel gewoon klussen doen. Maar ik heb ook gemerkt dat er heel vaak dan weer net op dat moment wel iets op je pad komt. Heb je ooit wel eens geld geleend? In de beginperiode van toen ik net voor mezelf begon, bij vrienden of bij leveranciers aangeklopt. Als je moet besparen, wat is dan het eerste waar je op bespaart? Nou, ik denk op de auto, bootje, dat soort dingen. Eruit allemaal. Waarop zou je nooit besparen? Lekker eten, proberen toch eruit op uit te gaan, toch weg te gaan. Ja, dat soort dingen, dat staat wel op één. Je hebt ook wel een beetje wat mindere financiële tijden gehad. Ja. In de krant staat dat je failliet bent geweest. Nee, dat is niet waar. Bijna. En dat had wel kunnen gebeuren, maar dat hebben we echt voorkomen door eigenlijk helemaal opnieuw te beginnen. En voor de toekomst, hoe ziet het eruit? Ga je nog een nieuw restaurant openen? Ga je nog nieuwe investeringen doen? Ja, zeker. Vooral in de bestaande zaken. Of er iets nieuws komt, dat weet ik niet. Dat kan ik nu nee zeggen. En morgen komt het misschien dat ik denk van wauw, dat is geweldig. Mm-hmm. Nou, dankjewel voor dit heerlijke croissantje en het gesprek. Want het is niet altijd makkelijk om over geld te praten. Dankjewel. Graag gedaan.